Hallo allemaal en welkom bij Weekend Shift, een reeks van autofans waarin we met een fluxe versnelling door het autonieuws van de week lopen. En wat je moet onthouden op autovlak van de voorbije dagen, dat krijg je na de intro te zien. Weekendshift starten doen met corona-gerelateerd nieuws, want steeds meer automerken zetten hun stilstaand wagenpark ter beschikking van hulp- en zorgverleners. Kwestie van auto's die ik momenteel zou rijden, toch een nuttige besteding te geven. Zo stelt Mini 4 weken lang auto's met chauffeur ter beschikking voor horecazaken die maaltijden aan huis willen leveren, maar daarvoor niet de transport- of budgetmiddelen hebben. BMW stelt dan weer haar vloot ter beschikking van het ziekenhuispersoneel van het AZ Sint-Niklaas en het UZ van Jette. Als zorgverlener naar huis rijden in een M8 Competition, knalblauwe M2 CS of M5, het is het ten volle gegund. De arts die een 2 Grand Coupé meekrijgt, tja, volgende keer beter je best doen. Nissan leent dan weer 30 wagens uit aan het ziekenhuisnetwerk Antwerpen om zorgverleners die anders het openbaar vervoer moesten nemen, veilig op hun plaats te krijgen. Jaguar en Land Rover lenen tenslotte hun wagens uit aan de voedselbank in Brussel, zodat die levensmiddelen kunnen bedelen aan de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Want niets zegt beter goede Samaritaan dan 2 mannen die voedsel verdelen uit de koffer van een Range Rover. Tijd voor de quiz van de week, want Britse sportwagenbouwer Lotus pakte groots uit. Heeft het merk na 72 jaar A. een betrouwbare motor, B. een nieuw model, C. een online configurator of D. een comfortabele ophanging? En het antwoord is... een online configurator. Jawel, het Britse sportwagenmerk dat sinds kort in handen is van het grote Geely pakt na 72 jaar voor het eerst uit met een online configurator, waardoor je eindelijk met zekerheid kan zeggen welke versies van welke modellen nu eigenlijk wel of niet in productie zijn bij het merk. Kijk, de wonderen zijn dan toch nog niet helemaal de wereld uit. Peugeot plaagde deze week nog eens met haar plug-in versie van de 508. Een plug-in waar we reikhalzend naar uitkijken, want ik bedoel, kijk hoe lekker dat ding eruit ziet. Ondertussen gaat die 508 Peugeot Sport Engineered door het leven als de 508 PSE. Maar over exacte specs rept Peugeot met nog geen woord. Mercedes zou dan weer tegenover Britse media hebben laten vallen dat de EQS een AMG-derivaat krijgt. De elektrische sedan moet het in die vorm gaan opnemen tegen de Porsche Taycan, de Tesla Model S en de op til staande elektrische Jaguar XJ. Met meer dan 600 pk onder de kap en sprinttijden waar koninklijke passagiers binnen 3 seconden misselijk van worden. Welke elektrische hypersedan doet jullie hart sneller slaan? De Tesla Model S P100D, de Porsche Taycan Turbo S, de toekomstige Jaguar XJ of toch deze Mercedes EQS? Laat het weten in de comments. De Suzuki Swift Sport kreeg dit jaar een update waardoor de 140 pk sterke Pocket Rocket 11 pk's moet inleveren in het voordeel van een mild hybrid setup. Dat is goed voor gedaalde CO2-uitstoot richting de 106 gram, maar dat is ook goed voor een toegenomen sprint naar de 100, die voortaan 1 seconde langer in beslag neemt. En daardoor heb je meer dan 9 seconden nodig. Met zijn vanafprijs van €25.999 plaatst hij zich ook nog eens recht in het vaarwater van de veel straffere Ford Fiesta ST. Suzuki, je maakt het ons niet makkelijk om de Swift Sport een tof karretje te vinden. Redacteur Wim trok laatst op pad met de 718 Cayman GT4 en God zag dat het goed was. De GT4 doet mijn bloed alvast sneller stromen dan tijdens de laatste hole in een potje minigolf. Ja, wauw. Sorry dat mijn leven niet zo spannend is als dat van u, hè. Hoe dan ook, de uitgebreide review van de Porsche Cayman GT4 kan je vanaf deze week op ons YouTube-kanaal bekijken of via de link rechtsboven. Caterham, het Britse sportwagenmerk dat al 47 jaar dezelfde auto in elkaar schroeft, brengt dit jaar een nieuw model van haar Super 7 uit. Die Super 7 1600 brengt een ode aan de originele Super 7, een auto die in 1972 eigenlijk overgenomen werd van Lotus,
dat op dat moment al sinds 1957 de 7 in elkaar stak. Nee, serieus. Enkel de huidige generatie Fiat 500 is volgens mij langer in productie. Hoe dan ook, de Super 7 1600 krijgt een lap extra chroom, golvende spatborden vooraan en een reservewiel achterop de koffer. Classy. Zo, dat was het weer voor de weekendshift van deze week. Vergeet zeker niet de video te liken en je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor meer leuke content. Wim's review over de Porsche Cayman GT4, die kan je hier bekijken. En de weekendshift van vorige week, die bekijk je hier. Hou het veilig en tot de volgende.